U gaat nu luisteren naar de opname van het Gratias Agibus Tibi, het vierde deel uit het Gloria. En dat vormt eigenlijk een twee-eenheid met deel 5. Propter Magnam Gloriam. Gratias Agibus Tibi. Wij zeggen nu dank. En dat wordt heel breed opgezet. En plotseling gaat het over in het Propter Magnam Gloriam. Voor uw grote heerlijkheid. En het heerlijkheid, het gloriam, wordt uitgebeeld met een coloratuur. En een coloratuur is een snelle notenpassage. En in dit geval is tam 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 ti ta ta ti ta 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 tam ta tam. Iedere partij zingt dat. De sopraan zingt het samen met de tweede viool. De eerste viool doet het samen met de alt. En zo ook aan deze kant, de bassen met de bassen, de alten, viool met de tenoren. En dat willen we even aan u laten horen. En Vivaldi gebruikt ook die coloratuur om de glorie, de heerlijkheid uit te beelden in de muziek. En we laten van iedere partij even de twee eerste maten aan u horen. Mag ik even een beetje? Vier keer heerlijkheid in het Propter Magnam en het ontwikkelt zich nog verder met een geweldige apotheose. Deel 4 en 5 van de Gloria van Vivaldi.